Dit is bijzondersportief.nl. Grada Bosker heeft zich weten te plaatsen voor het WK triathlon. De gewezen militaire sportinstructrice heeft zich helemaal op deze discipline gestort. Ja, officieel denk ik anderhalf jaar nu, twee jaar. Ik heb altijd hard gelopen. Mijn vader die is altijd triatleet geweest. En eigenlijk vanaf dat ik 12 ben, is het bij ons al elk weekend pasta's eten en bruine bonen. En ja, ik ben zelf een beetje de hardloopwereld ingegaan. En ik heb altijd zoiets gehad van, ja, als dat hardlopen, als ik me daar niet meer in kan verbeteren, ja, dan kan ik altijd de triathlon op gaan pakken. De triathlon kent verschillende afstanden. Ja, je hebt eigenlijk vier verschillende afstanden. Eigenlijk vijf. Je hebt een achtste triathlon, dat is de wat kortere. 500 meter zwemmen, 20 kilometer fietsen en 5 kilometer hardlopen. Dan komt de kwart afstand, dat is een kilometer zwemmen, 40 fietsen en 10 lopen. Dan heb je nog een Olympische afstand, dat is dan 1500 meter zwemmen, 40 fietsen en 10 lopen. En dan komt de halve, en die heb ik dan gedaan. Dat is 1,9 kilometer zwemmen, 90 kilometer fietsen en een halve marathon lopen, 21,1 kilometer. En dan heb je de hele triathlon en daar ja, mag je alles nog eens een keer maal 2 doen. Kijk. Dus 3,8 zwemmen, 180 fietsen en een marathon lopen. En jij doet de halve? Ja, nog wel. Volgend jaar de hele. Je kwalificeerde je voor het WK in Florida. Is meedoen nu belangrijker dan winnen? Of zullen we je daar ook nog voorin mogen verwachten? Ja, het hele jaar is eigenlijk al onverwachts. En deze tijd die ik nu heb neergezet, 4 uur 36, is gewoon echt een hele goede tijd. En ja, ik heb het gewoon, ik wil niet zeggen met twee vingers in mijn neus gedaan, maar het is gewoon, op alle fronten is het gewoon goed gegaan. En die trainer die begon al te lachen toen ik hem belde dat we dan naar Florida gingen. Dus ja, ik ben heel benieuwd wat voor trainingsschema's die voor me zal maken en ja, waar dat toe zal leiden. Ik heb geen idee wat mijn kansen zijn, maar het is niet meedoen is leuk. Nee, ik ga toch wel eruit halen wat erin zit. Dus je gaat echt voor een goed resultaat? Ja, het ligt eraan heel erg aan wie er meedoet. Ik heb gezien dat er 43 over de hele wereld Ironmans gehouden worden met die halve afstand. Waarvan er in mijn categorie, dat is dames 30-34, gemiddeld 2 naar de 2K mogen. Mm-hmm. Dus dat zijn al 80 meiden van om en nabij hetzelfde niveau als waar ik zit. Okay. Ja, dus ja, ik denk dat er wel een kans in zit om bij de eerste 10 te komen. Maar ja, ik moet echt wel, moet me echt strak aan mijn schema's houden en vooral aan mijn rust. Het enthousiasme van Grada werkt aanstekelijk in haar omgeving. Ze is een echte ambassadeur voor de triathlon. Ja, nou, de meeste mensen die met mij in contact komen, die... Die zijn van gaan voor de bel. Die gaan op een gegeven moment toch wel een beetje voor de bel, ja. Oh, okay. Ja, ja, dus... ik heb er echt al een aantal de sport in gekregen. Ja, heel erg leuk. Zondagmiddag de stadsderby in het hockey tussen Ares en AMC op Sportpark Nagepoel. Ares met Geoffrey Mulder in doel en de trainercoach is Ron Soeteman. AMC met Tyren van Mals in doel en ik noemde beide keepers speciaal omdat zij een hoofdrol zouden vervullen vanmiddag. De trainercoach bij AMC is Erik Hoogstede en hij wordt geassisteerd door Boy van Loon. Erik Hoogstede is overal een aardig verhaal. Misschien wel een pikant verhaal, want hij is van zijn 6 tot zijn 26e lid geweest van Ares en is nu trainercoach van AMAC. Zijn broer overigens was reservekeeper bij Ares vanmiddag. Dan balbezit voor Paul Rijkenrap, de man met nummer 19. Een van de beste veldspelers vanmiddag. Hij was overal, hij zocht de vrije ruimte iedere keer op en hij vond ook zijn medespeler en hij coachte heel goed. Hij was echt het verlengstuk van trainercoach Ron Soeteman. Dan een strafcorner voor AMAC. Roel Willeman slaat hem aan. Wordt opgepakt door Klumper, de aanvoerder. En dan verder vanuit het doel gehaald door Paul Rijkenrap, de man onder nummer 19. AMAC was niet geïntimideerd. Ging fors van de leven spelen. Zoekt iedere keer de vrije man. Vindt hij ook vaak.
Maar het was wel heel vol voor vlak voor de cirkel. En zo'n bal gaat natuurlijk gewoon helemaal naast in het niemandsland. En daar kan zelfs Diederik Stadig niks aan doen. Ares dacht dat ze zomaar even zouden kunnen gaan winnen. Dat zou de stand op de ranglijst misschien wel zeggen. Maar AMC was niet van plan om daaraan mee te werken. Het was geen goede wedstrijd. Maar de spanning vergoedde veel. Vooral de laatste 10 minuten. En hier een mogelijkheid voor Ares, maar die wordt verhinderd door keeper Tyren van Malsen. Dan AMC weer in aanval. Dan wordt hij geblokkeerd door Paul Rijk en Rap. Een overtreding, bewuste overtreding. En dat is een strafcorner die opnieuw genomen mag worden door AMC. Wordt opnieuw aangespeeld. En wordt hij hard ingeslagen. En dan via de stick van de keeper gaat hij opzij. En is het een lange hoekslag. Opnieuw Ares in balbezit. Balverlies. Heel gevaarlijk. En dan kan de spits er net niet bij. Klumper. De aanvoerder. Op de voeten van een van de spelers van Ares. Met name is dat nummer 3 Marcel Blom. En opnieuw een strafcorner. Er waren er heel veel deze middag. 8 dacht ik voor AMC en een stuk of 9, 10 voor Ares. Wordt hij uitverdedigd. En die uitverdediging is onder andere Paul Rijk en Rap. Strafcorner voor Ares. Wordt aangespeeld. Wordt ingeschoten door Jurmen Klopman. Op de voeten van Tijnen van Malsen. En dan is het Bieleman, dacht ik, die geblesseerd raakt. Nee, het is Jurmen Klopman die geblesseerd raakt. Dan AMC weer in balbezit. Opnieuw op de voeten van de keeper. Zij waren met name ook zijn collega Mulder de sterren van het veld. Dan tweede helft. Opnieuw een strafcorner. En dan gaat de scheidsrechter gaan in conclaaf. Verhagen en Slot. Omdat het aanvankelijk geweest de scheidsrechter Verhagen naar de strafbal stip. Maar uiteindelijk wijzigt hij dat in een strafcorner. Wordt aangeslagen door Jurmen Klopman. Wordt ingepakt en dan een schitterende sleeppush van Paul Rijk en Rap. De man die overal was. Wordt keurig gestopt. Wordt binnen de cirkel gebracht. En dan sleeppush en in de uiterste hoek. En dan is zelfs keeper Tyren van Malsen absoluut kansloos. En vanaf dat moment ging Ares wat makkelijker spelen. Vond de vrije man wat beter. Zocht iedere keer de aanval op. En miste dus ook een rij kansen. Zoals hier Harald Buitenhuis deed. Opnieuw ingeschoten. En dus opnieuw is daar Buitenhuis bij. En dan is het eindelijk Dennis Augustijn die mogelijkheid verloren laat gaan. Opnieuw op de leggersslag. En dan heeft men commentaar bij scheidsrechter, de heer Slot, die opnieuw een strafcorner geeft. Klumpen, schuift hem af en dan gaat hij aan de rechterkant, wordt hij gemist. En dan zijn daar de mensen van Ares heel snel bij om dat onmogelijk te maken. Ares weer in balbezit, zoekt iedere keer in de cirkel het voetje van de tegenstander. En iedere keer lukt dat en zo opnieuw een strafbal, strafcorner. En opnieuw is daar Paul Rijk en Rab bij, maar opnieuw Tyren van Malsen. Hij en zijn collega Geoffrey Mulder van Ares waren de sterren van het veld. Dan een hele snelle uitbraak van AMAC. Aan de rechterkant is het Maarten van Anken. Hij zet die bal voor, wordt opgepikt in de verdediging. En dan heel moeilijk uitverdedigd. Weer bij de nummer 9 komt hij dan, Ren Schoonen. Die probeert hem in te spelen en dan wordt hij uitverdedigd door Ares. En zo was het zo nu en dan. Heel snel spelwisselingen. En opnieuw wordt er nu gezegd, ja, een gele kaart, 5 minuten straftijd betekent dat. Groen is een waarschuwing, maar geel is gewoon 5 minuten. En die 5 minuten die krijgt Rens Schoonen, omdat hij op de stick van zijn tegenstander sloeg.
En AMC stond op een gegeven moment zelfs met 9 man op het veld tegen de 11 van Ares. Omdat ze 2 keer geel kregen. En hier een lange hoekslag voor Ares wordt heel snel genomen. In de cirkel weer. Wordt voorgezet. En een schitterende reactie hoor van Malsen. En dat was Bas Koning die dat deed. Die had een vrije kans. Die bal moet er natuurlijk gewoon in. Hij mag nu zelf de strafcorner nemen. En is natuurlijk weer afgeschoven worden door Paul Rijkenrap. Opnieuw in de verdediging. En dan gaat hij heel snel uitverdedigd worden. Dan gaat de bal naar Schoonen toe. Die tikt hem door. Dan gaat hij naar nummer 6, Maarten van Aken. En dan gaat hij opnieuw naar de rechterkant, Gijs Hofhuis. En hij schuift de bal net voor het doel van Joffrey Mulder langs. En zo kreeg ook AMAC regelmatig zijn kansjes. Strafcorner weer van Ares. En opnieuw is het Tijnen van Malsen. Bas Koning werd er bijna moedeloos van. Hele goede keeper Tijnen. Aanval opnieuw een mogelijkheid voor AMAC. Oh, Wiersma. Wat een mogelijkheid krijg je daar. Jorrit Wiersma, wat een kans. En wat een schitterende reactie weer van Joffrey Mulder. Strafcorner opnieuw op de leg-out van Mulder. En dan is het gevaarlijk spel, zegt scheidsrechter slot. En mag AMAC gewoon uitverdedigen. Ja, ze willen een strafcorner hebben. Krijgen ze ook wel, maar dat is even later. En dan wordt hij opnieuw ingeslagen, aangespeeld aan de rechterkant. Opnieuw. En dan is het weer Mulder die Ares redt. En zo kreeg ook AMAC zijn kansjes. En eigenlijk hadden ze wel een doelpuntje verdiend. Opnieuw AMAC verdedigt uit. En dan is de wedstrijd afgelopen. Eindstand tussen Ares en AMAC. 1-0. De spelers zouden na afloop langs de supporters gaan. Kregen beide ploegen geweldig applaus. Ares is nu 3e in de competitie. Is een plaatsje opgeklommen. 8 wedstrijden, 17 punten. En Apeldoorn staat nog steeds 2 punten voor op Boelie. En 5 op 3-0. En op 8 mei volgend jaar. Dan is de return in het Orderbos tussen AMAC en Ares.